Belang voor de Vlaamse Jeugdraad gewerkt en die werken daar ook rond. Dus ja. Ik heb dat enkele minuten geleden. SDG's zijn doelstellingen, maar films maken die doelstellingen concreet in verhalen en beelden. Deze avond vertonen we Zagros, een film die gaat over migratie, over het botsen van moderniteit en traditie. Normaal gezien begin ik altijd met Sayem, maar ik ben heel benieuwd, Jasmin, wat jij vond van de film. Want je hebt hem vanavond voor de eerste keer gezien. Voor mij gaat de film vooral zo over liefde en familie en eer en over zo die grote thema's des levens. Maar door het verhaal, doordat je dat vluchtverhaal ziet bijvoorbeeld, kom je natuurlijk wel een aantal dingen tegen die dat ook echt wel maatschappelijk relevant zijn. Ja, want er wordt bijvoorbeeld ook aangetoond dat die niet zijn gevlucht, of dat die niet naar België zijn gekomen omdat ze hadden verwacht dat het een paradijs ging zijn. Nee, of nee. Omdat ze rijk wouden worden. Nee. Ze hadden andere beweegredenen. En beweegredenen die heel persoonlijk en familiaal waren. En gebaseerd waren op liefde. Verhalen die daar over mensen gaan, die raken mensen. Ik denk echt dat je zo je blik op de wereld verruimt, omdat dat je een andere visie.